Ik stond laatst op een feestje, een man die vroeg aan mij, wat doe jij? Ik zeg, ik ben leraar. Hij zegt, ha, leraar, dat is geen beroep, dat is een roeping. Ik zeg, nou, dat is ook een beroep hoor. Ik zag mijn vrouw, die docent Nederlands is, een paar meter verderop schudden met haar hoofd. Niet op ingaan, niet op ingaan. Hij doet het erom, hij doet het erom. Ik kende die man verder ook niet, maar ik hoorde hem vragen, wees eens eerlijk, wat doe jij eigenlijk de hele dag? En ik baalde dat hij dat zo vroeg. Wees eens eerlijk, want kijk, ik kan wel mijn mond houden, maar als niemand mij iets specifieks vraagt, kijk, ik hoef heus niet alles te vertellen, maar als iemand me rechtstreeks zegt, doe eens eerlijk, vertel eens eerlijk, nou, dan krijg je een antwoord. Ik zeg, dus jij wil weten wat ik eigenlijk doe, als leraar. Wat ik doe? Ik zorg ervoor dat kinderen harder werken dan ze zelf dachten dat ze konden. Dat ze meer kunnen leren dan ze zelf voor mogelijk hielden. Ik kan iemand die denkt dat hij dom is, zich voor een moment laten voelen als een Nobelprijswinnaar. Ik kan iemand die zichzelf heel slim vindt, een vraagteken in zijn ogen geven en laten merken dat er nog veel meer is. Ik kan ze allebei het gevoel geven dat ze erbij horen. Dat ze mij teleurstellen als ze anderen het gevoel geven dat hij er niet bij hoort. Dat ze allebei hun uiterste best moeten doen, voor zichzelf, maar ook voor elkaar. Ik kan leerlingen een half uur stil laten zitten als ik wil. Ik kan ze een half uur in beweging brengen. Ik laat ze in stilte werken of juist voortdurend overleggen. Ik zorg ervoor dat ze zelf dingen kunnen ontdekken. Nee, je mag geen vraag stellen. Het antwoord is hier al ergens. Dat weet je zelf. Ik kan een goede vraag van een verzonnen vraag onderscheiden. Waarom jij niet naar de wc mag, omdat je het alleen maar vraagt uit verveling. Ik geef namelijk mogelijkheden. Ik haal beperkingen weg. Ik zorg ervoor dat ouders niet schrikken als ik ze bel. Hallo, u spreekt met de meester van uw zoon. Ik hoop dat ik niet ongelegen bel. Ik wil even iets met u bespreken over wat hij vandaag heeft gezegd. Tegen degene in de klas met de grootste bek. Tegen iemand waar de rest bang voor is. En die net iemand tot tranen toe stond te treiteren. Tegen diegene heeft uw zoon gezegd dat hij op moet houden. Dat hij normaal moet doen. Ik kan daar tranen van in mijn ogen krijgen. U toch ook? Het is namelijk ongelooflijk moedig wat hij deed. Ik denk, ik bel u toch even. Want ik leg namelijk ook uit aan ouders wie hun kinderen nog meer zijn. Wat ze kunnen bereiken. Ik zorg ervoor dat ze vragen stellen, dat ze luisteren, denken, praten, dat ze sorry zeggen en het ook menen. Ik leer ze lezen, schrijven, bewegen, begrijpen, maar vooral ook meemaken, meeleven, inleven. Ik leer ze dat ze met iemand anders helpen, altijd zichzelf helpen. Dat ze van iemand iets gunnen, nooit minder worden. Dat als ze een ander kunnen begrijpen, dat ze meer zichzelf kunnen zijn. Dat ze belangrijk zijn, dat jij door wie jij bent, de ander verandert en andersom. Dat je altijd krijgt wat je geeft. Altijd in een relatie. Jij vraagt wat ik doe, dit is wat ik doe. Een leraar maakt het Godvergeten verschil. Nu mag jij uitleggen wat jij doet.